50 caliber round. Yo guys en welkom bij een nieuw commentaar van Angel Masterful. Ik ben Mitchell en ik ben hier vandaag met Shiu, want ik ben 50% en Shiu is 50%. Ewa. Ewa. Dit is een speciale video, alleen ik ga eerst even heel kort vertellen over de gameplay. Ik speel je vandaag met bij het begin met de Ballet 50 Cal, maar daarna met de P90 Red Dot. En perks zijn Sledefan Pro, Quick Draw Pro en Marsman. En killstreaks zijn de Predator Missile, de Attack Helicopter en de EH6 Overwatch. Vandaag hebben we een heel speciaal onderwerp. Ja, wij bestaan namelijk 1 jaar. Oh my god, 1 jaar. We zijn vorig jaar begonnen 31 januari. Het is vandaag ook 31 januari als je dit kijkt, uiteraard. En eigenlijk, voor 1 jaar te bestaan, tussen ons gezegd zo, eigenlijk hebben we het eigenlijk wel best slecht gedaan onder dat jaar. Ja, want sommigen hebben echt al dik meer dan 1000 subs na 1 jaar. Ja, en wij zitten nog altijd met allee, nog altijd, maar ik bedoel 272 subs nu. Ik bedoel, ja, dat is ook nog oké, dat is nog chill, maar als je weet dat er dan 365 dagen in een jaar zitten, ja, zoveel dan, ja, en we hebben maar 272 subs, dan is dat iets van 0,70 sub per dag of zo. Ja, maar het is 1 sub of geen sub. Ja, oké, maar dat is het gemiddelde, nee, kut. Ja, oké, maar sommigen vroegen van, hoe heb jij Gilles, ik wou zeggen herkend, maar hoe heb jij Gilles ontmoet en hoe heb jij mij ontmoet? Het was die dikke Belg daar op straat, zo heb ik hem herkend, die dikke Belg daar. What the fuck? Maar, ja, maar hoe hebben wij elkaar ontmoet? Het is niet gay of zo, dat zeg ik alvast. Ergens in een donker hoekje. Nee, ik had al een eerder kanaal dat heette. Puntje, 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 ja. Puntje. Puntje, 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 puntje. En ja, daar ging. Had ik dus. Nou, ik ga echt niet de naam zeggen of zo, want dan komt er nog maar meer haat op die channel. Je moet wel de link van die dual commentary in de beschrijving. Ja, je moet die dual commentary zien. Je ligt echt in een deuk, jongen. Hoi, Shiu. Goedendag iedereen. Ik ben de Shiu en. Ah, oh, dat is echt zo. Ik zit nog met een piepstem zo. Goedendag iedereen. Ik ben Shiu. Ja, ik. Mijn kleine droom is uitgekomen. Ik ben er ook uitgekomen om Mitchell voorstel de duo komen te doen. En dan Mitchell zo, fijn. Ja. Mijn eerste duo commentaar was dat, zo. Maar, ja, ik heb daar nu nog steeds 17 subs op. En ik deed daar ongeveer 2 jaar over, hè. 17 subs. Als ze back kwam, was het altijd feest of zo. Er waren 17 feesten. Maar, Shiels, zul je niet opeens zien? Kijk, opeens op de channel zitten er 30 subs bij. Omdat iedereen natuurlijk haat comments en zo wat geven op die video's. Ja. Een beetje zo'n Dit is Jan-achtig. Oké, we gaan niet over Dit is Jan praten. Maar, ja. Het is nu een jaar. Dit is Jan TV. Ben er weer met een nieuwe. Ja, oké. Maar heb je nog wat te vertellen over de special commentary van vandaag? Ja, weet je, manneke toch? Ik vind eigenlijk. We hebben over het laatste op ons laatste video, mijn laatste video, haat gekregen van zo'n hater. Want van haters krijg je haat. Mm-hmm. Ik had er ook al een stukje in mijn commentary daarover gezegd. Ja, maar ga verder. Oké. En ik weet niet wat die haters een probleem is. Ik bedoel, wij proberen ook maar creatieve dingen te doen. En wij steken er ook onze tijd in. En ik ga dan op zijn kanaal en een paar, 2 of 3 kanalen van hem. Ik bedoel, ja, accounts waar hij dan dislikes mee doet en zo, kan je niet op. Die zijn niet beschikbaar, dus die kunnen we ook niet blokkeren, spijtig genoeg.
Maar dan zie je gewoon op de kanalen dat dan wel werken, dat die echt op elke Nederlandstalige commentator gaat haten met van die woorden zoals ja, dislike bot is incoming met je kankerhoofd en zo. Zijn gewoon dingen die je niet zegt. En ik heb hem ook een berichtje gestuurd naar een van zijn accounts. Ik zeg van ja, wat is nu eigenlijk je probleem? Geef me één volwassen reden, want als je dan zegt ja, geef me één reden, dan komen ze af. Maar ja, je hebt een kankerkop. Ik hoop dat hij verstaat wat een volwassen reden is. En anders, ja, volgens mij is het gewoon zo een 11-jarige gangster met een beugel die achter zijn laptop zit of zo. Hey, ik heb vroeger een beugel gehad. Dan was jij vroeger een gangster, hè, Mitchell? Dat was ik vroeger een gangster. Maar ik zei al in mijn commentaar, als hij niet gaat ophouden met van die comments geven. Als hij daar niet mee gaat ophouden, dan ga ik gewoon YouTube mailen. Anders dan blijft het zo doorgaan. Ja. En daar heb ik gewoon echt geen zin in. Om zo de hele tijd... Nee, ik bedoel, wij doen het ook maar voor het plezier. En... Ja, we steken er tijd in. Wat de 9 likes en 0 dislikes. En ineens komt die hater dan en nu hebben we ineens 12 dislikes. Dus. Ja, bedoel... ik vind het een beetje sneu. Dat is ook... Ja, op... Ik heb al tegen Mitchell gezegd, ik heb al tegen u gezegd van ja, zetten we de dislikes niet uit, want uiteindelijk we kijken veel te veel naar die dislikes. En uiteindelijk, het gaat gewoon om de comments en om de views. Die dislikes, ja. Als ze niet aanstaan, moet je er ook niet naar kijken. Dat is handig. Ja, maar het is altijd wel leuk als je lekker veel likes hebt. Dan weet je wel van het gaat lekker, het gaat goed. Ja, inderdaad, dat geeft wel een boost, maar tja. Uiteindelijk gaat het gewoon allemaal om de lol. Uiteindelijk wel. En dat vergeten sommige YouTubers wel eens. Ja, want soms nemen ze alles gewoon veel te serieus. En ja. Ja, moest je Mitchell zijn kop serieus nemen, jongen. Het komt niet goed. Nee, dan lig je echt half graag op de bank, hoor. Even serieus. Maar zoals ik al in de commentary zei, heb ik mijn nieuwe PC hier naast me staan. Oh, lekker. Ja, dus ja, nu nog even over dat special ding. Het is eigenlijk een heel bewogen jaar geweest, toch, Mitchell? We hebben Wim gekend. maar wat lach je nu? Wim is gewoon een soort... Wim is gewoon een soort van monument geworden. Hij staat in mijn kamer. Nee, maar Wim is nog altijd een goede vriend van ons, toch, Mitchell? Ja, ook al praten we nooit met hem, maar... Nee, maar... Hij staat altijd nog in onze subbox. Ja, hij staat in onze subbox. We kijken nog elke commentary. We gaan nog elke commentary liken en even een comment zetten. Gewoon, we zijn ja, zoals ze dat in een liefdesrelatie zeggen, we zijn zoals vrienden uit elkaar gegaan. We praten met elkaar nog soms wel op Skype en zo. En we zitten nog samen op Minecraft wel af en toe. Maar hij doet nu een kanaal. Ik weet niet, Gamecast WL of zoiets dat noemt. Ik weet het niet. Van Wim L. Ja, noem maar gewoon even... We moeten maar gewoon even gaan kijken in onze subbox. Daar staat zijn kanaal. We moeten hem gewoon maar even gaan subben. De mensen die hem nog graag verder horen, moeten daar zeker gaan subscriben. Dat zal hij zeker tof vinden, onze Wimmy Boy. Ik hoop dat die Battlefield gaat uploaden. Ja, toch? Oké, maar de gameplay zit er al lang op. Het is nu black screen. Heb je onze commentary gerecord met Fraps? Ja, met Fraps, ja. Ik hoop dat jullie deze commentary leuk vonden. Laat een comment achter. Ga subscriben, ga favorieten. Want alles wat je wilt, ga delen op Twitter, MySpace, Huis, MSN. En alle soort shit wat er is. Yep. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zeg later, gasten.